Een setje meegenomen. 29 kratjes van Albert Heijn. 29, met name Brood. En van de Plus en Dirk van den Broek. U haalt ook het product op bij de supermarkt bijvoorbeeld? Ja, vanochtend hebben we het product opgehaald bij de supermarkt, bij Dirk van den Broek, bij Albert Heijn en bij de Plus. Dat doen we iedere dinsdagochtend en we brengen wat karton weg bij het voetbalveld in Leidschendam. Ja. En op woensdag gaan we uitwerken. Ja. En je bent vrijwilliger? Ik ben vrijwilliger, ja. Het is een bedrijf, maar het bedrijf is allemaal vrijwilligers, hè? Klopt. Ja. Wat is je passie om dit te doen? Ja, ik ben van oorsprong, ik ben altijd zelfs ondernemer geweest. En feitelijk ben ik gewend om te regelen. Ik ben jarenlang in de financiële dienstverlening intermediair geweest. Dus ik ben gewend dat iets aangeeft. De passie is dat ik merk dat veel mensen niet de kanalen weten. En dat je ook in een tijd zit, zeker momenteel met de corona, dat het allemaal zien over achteruit gaat. Ja. Dus het heeft met organiseren te maken, het heeft met mensen te maken, de gunfactor en mensen ook ondersteunen. Ja. Ja, je hebt daar echt gevoel bij. Ook. Ja, dat moet je hebben, anders moet je hier niet komen werken. Nee, hè? Als je alleen maar denkt, ik wil chauffeur spelen, of ik wil alleen maar... zo werkt het niet. Nee. Je moet echt betrokkenheid hebben. Ja. Ja. Hoeveel wordt er nu precies aangeleverd? Hoeveel hebben jullie nodig om die 175 gezinnen, die moeten worden voorzien van zo'n pakket? Nou, ja, eigenlijk kan je dat van tevoren niet zeggen, want we zijn afhankelijk van wat. Ja, maar wat is het minimale? Nou, eigenlijk, Anouk, wat is het minimale wat we moeten hebben? Ja. Weet u dat het toch? Nee, we proberen eigenlijk altijd zo rond 14, 15 houdbare producten in deze tassen te krijgen. Dat hopen we altijd dat het lukt. En dan bovenop proberen we dan nog brood en vlees en hopelijk wat vers. Dat is een beetje wat ons streven is, maar dat moeten we wel hebben. Maar welke producten zijn de basis die de mensen zeker moeten hebben? Soep, groenten proberen we er altijd in te doen. We wisselen een beetje af met thee en koffie. We krijgen koffie van het Lions Douwe Egberts project. Dus daar krijgen mensen koffie van, één keer in de 2-3 weken. Eén keer dezelfde tijd hopen we er suiker in te kunnen doen. Slaolie of zonnebloemolie. Maar dat is inderdaad wat we in huis hebben. Tim, neemt het aantal mensen dat gebruik moet maken van de voedselbank in deze coronatijd toe? Dat neemt wel toe, maar echte grote aantallen merken we op dit moment nog niet. Verwacht je, gezien de situatie in ons land, ook wellicht helaas met een lockdown, dat dat aantal in de toekomst wel toe zal gaan nemen? Nou, dat verwacht ik wel. Ook gezien het aantal mensen die geen werk hebben, ook in de horeca en andere beroepen, verwacht ik wel een grote toename. Ja. Maar wanneer dat is, weet ik niet precies. Voor ons is het ook een voordeel geweest dat we in die coronaperiode heel veel spullen gekregen hebben van bedrijven die gesloten waren. Sportverenigingen. De burgemeester is geweest, die heeft een dag meegeholpen. Dus die heeft ook gezien dat we goed werk verrichten. Hij was laaiend enthousiast ook. Ja, dus die steun hebben jullie ook. Die steun hebben vanuit de gemeente sowieso, denk ik. Ja. Door wie worden jullie nog meer gesteund? Supermarkten natuurlijk, maar waar moeten we nog verder aan denken? Supermarkten, ook sponsoren die op de bus
sponsoren die we op de bus hebben staan. Ja. Dat zijn ook onze donateurs, kerken, onder andere de Lions Club. 12 december aanstaande hebben we een inzameling bij Albert Heijn en de Jumbo. We hopen dat jullie allemaal komen en zoveel mogelijk doneren. We willen onze cliënten zoveel mogelijk met de feestdagen verwennen. En we hopen dat ze dan ook een fijne kerst kunnen beleven, zoals wij allen. Vaak wordt gezegd, samen staan we sterk. En laten we dat zeker op 12 december doen. Steun de voedselbank Leidschendam-Voorburg en kom naar de supermarkt. We houden jullie op de hoogte. Thank you.